Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. We gaan zo beginnen met de live uitzending. Mijn naam is Marianne van Rijen. Ik ben oprichter van Meer Vrouwen in de Politiek. Vandaag is Mikael Tsegheid te gast. Zij is fractievoorzitter van de PvdA. Ik ga nu verbinding met haar zoeken. Ze is er nog niet. Dan kan ik haar wel vast even voorstellen. Mikael Tsegheid is sinds 2016 raadslid voor de PvdA in Den Haag. En sinds december vorig jaar is ze ook fractievoorzitter. Daarnaast studeert ze nog. Dus we kunnen ook even van haar horen hoe het is om een studie te combineren met het raadswerk. Ja, daar is ze. Dus ik ga haar even uitnodigen. Oh, ja, dat heeft ze al gedaan. Dan komt Mikael aan, denk ik. Even wachten op de verbinding. Horen jullie mij allemaal goed? Hallo. Ja, hallo Mikael. Hallo. Hoi. Daar ben je. Hoe is het? Goed. Ja. Ja? Ja, met jou ook? Ja, goed. Ja? Goed. Ja. Mooi. Ja, zeker. Ik had je net al even voorgesteld aan iedereen. Ik zal even kijken dat ik een beetje normaal in beeld ben. Zelf ook. Dan zie je alleen mijn neus. Dat is ook zo gek. Nou ja, we doen het maar zo. Je bent sinds 2016 raadslid in Den Haag. En sinds 2018. December... 2018? Ja. Oh, 2018, ja. Ja. En sinds vorig jaar december ben je ook fractievoorzitter van de PvdA. Ja, klopt. Ja, hoe is dat zo gegaan dat je ook nu deze functie hebt? Nou, eigenlijk best wel gek. We hadden in Den Haag eigenlijk een politieke crisis. Ja. Waarbij... twee wethouders van een coalitiepartij verdacht werden van corruptie. En daardoor liep de coalitie, die coalitie toen stuk. Toen werd de PvdA uitgenodigd om bij de nieuwe coalitie te komen. Waardoor mijn voorganger Martijn Balster wethouder werd. Ja. En toen moest er een nieuwe fractievoorzitter gekozen worden. En ja. Dat werd ik. Ja. Ja, dus zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, en hoe gaat dat dan binnen zo'n fractie? Of hoe... Nou, kijk, je hebt natuurlijk ook wel een beetje... Je houdt wel in je achterhoofd ook hoe de verkiezingslijst is opgesteld. Dus, Martijn was nummer 1. Ik was nummer 2. En de nummers 3 en 4 waren ook verkozen. En zo spreek je er een beetje met elkaar over van... Ja, wie wil er fractievoorzitter worden? En ik wilde dat wel. En ik was ook de nummer 2. Dus de anderen begrepen dat ook wel. En toen gaven zij mij de kans om dat te gaan doen. Dus dat is fijn. Ja, leuk. Ja. En wat is het anders als je fractievoorzitter bent in plaats van als je raadslid bent? Je bent natuurlijk ook gewoon nog steeds raadslid. Alleen wat er verandert is dat ik nu zeg maar het hoofd aanspreekpunt ben. Voor mensen van buiten, voor journalisten, maar ook gewoon voor andere raadsleden als het gaat om de PvdA. Dus, en nou denk ik wel dat binnen een raad weet je elkaar, binnen een gemeenteraad weet je elkaar allemaal wel goed te vinden. Dus het is niet dat als collega's iets van de PvdA willen dat ze altijd mij bellen. Gelukkig, want anders zou mijn telefoon nooit meer uitstaan. Maar bijvoorbeeld journalisten of inwoners bellen jou dan wel sneller, omdat ze dan denken, oh ja, dat is de fractievoorzitter van de PvdA. En je bent ook iets meer het gezicht naar buiten toe. En in sommige fracties is dat wat meer dan in andere. Wij hebben wel gewoon een fractie waarin eigenlijk iedereen wel echt naar buiten toe ook treedt. Maar je bent wel als fractievoorzitter wel het eerste aanspreekpunt, zeg maar. Ja. En dan hoe bevalt het tot nu toe? Leuk. Ik zat er net lekker in en toen moesten we allemaal thuis zitten. Dus dat is wel... het is heel leuk. Maar ik vond het natuurlijk ook gewoon heel spannend toen ik eraan ging beginnen. Dus ik had er wel vertrouwen in, maar ik dacht ook wel van, oh jeetje, spannend, zware verantwoordelijkheid. Maar wel gewoon leuk. Ik vond het wel, vond het wel een leuke uitdaging. Ja, en dus, wat vond je het meest spannend? Of wat vind je het meest spannend? Ik ben dus in 2018 raadslid geworden. Toen was ik 23, dus ik ben nu 25. Dus ik ben... nog steeds het jongste raadslid in Den Haag. Ja, yeah. Yeah. Dus op je 25e fractievoorzitter worden is wel, wel gewoon spannend. Maar dus ook gewoon heel leuk en een hele grote eer.
Maar ja, je maakt je soms wel zorgen van, oh, kan ik het wel? Ben ik niet te jong? Heb ik niet te weinig ervaring? Maar uiteindelijk is het denk ik ook vooral het belangrijkste dat je gewoon jezelf blijft en dat je op je gevoel vertrouwt. En dat je ook niet bang bent om advies te vragen. Dus dat probeer ik wel heel erg te doen. Dus je moet je nooit te goed voelen om nog nieuwe dingen te leren of om advies te vragen, want ja, dat heb je nou eenmaal nodig. En wie zijn voor jou mensen aan wie je advies vraagt? Is dat juist binnen de partij of juist buiten? Of... Ja, soms eigenlijk wel allebei. Kijk, als het echt om hele specifieke dingen gaat over de partij, dan ben ik wel geneigd om Martijn, dus mijn voorganger, te bellen van, joh, hoe deed jij dat? Maar bijvoorbeeld iemand die eigenlijk voor mij ook als een mentor is, is Jeltje van Nieuwenhoven. Zij was vroeger Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, maar ze was ook in de vorige periode raadslid voor de PvdA. In Den Haag. Dus was eigenlijk mijn voorgangster. Dus af en toe ga ik gewoon even met haar even koffie drinken, even bellen. En we hebben ook wel een mooie vriendschap ontwikkeld, hoor. Het is niet dat we alleen dat ik haar alleen over politieke dingen bel, maar ik ja, kan wel altijd bij haar terecht voor advies. En soms zijn het ook mensen van buiten de partij. Dus mensen die ik in de loop van de jaren ontmoet heb binnen de PvdA of buiten de PvdA. Ligt ook heel erg aan waar het over gaat. Dus ja, dat zijn een beetje de mensen die ik advies vraag. Mooi, oké. En ben jij nou de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in Den Haag voor de Nee. PvdA? Nee, want Jeltje is dus Er al zijn er fractievoorzitter wel. geweest. En er zijn meer Oh, in Den vrouwelijke Haag ook. fractievoorzitters ook geweest. Ja. Oké. Ja. Dus. En zou je, als je straks verkiesbaar gaat stellen als lijsttrekker, zou je dan wel de eerste vrouwelijke lijsttrekker zijn voor de PvdA in Oh, Den Haag? dat is een strikvraag, hè? Want het is natuurlijk niet gezegd dat ik mijn kandidaat ga stellen als lijsttrekker. Daar ben We ik willen helemaal even een niet. primeur Ja. hier. Ja, ik ben bang dat ik die niet heb. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben net fractievoorzitter. Dus ik ben Ja. nu eigenlijk gewoon even vooral daarmee bezig. En ja, de verkiezingen. We zijn nu echt precies halverwege. Vorige week was ik precies 2 jaar raadslid. Dus de verkiezingen, ja, het komt wel dichterbij, maar het is niet dat ik daar nu al mee bezig ben. Ik wil gewoon nu eerst even dit goed doen. En over een jaartje of zo ga ik wel weer nadenken over wat ik hierna wil. Maar ook daarop is mijn antwoord: er is al een vrouwelijke lijsttrekker geweest, want dat was ook Jeltje. Ah, Dus ja, natuurlijk. ja. Ja, dat is ja. Dus gelukkig zou ik niet de eerste zijn. En ben ik ook niet de eerste als fractievoorzitter. Ja, heel goed. Dus Nou, heel goed. ja. Ja. En ik zag ook dat er in de Haagse Raad dat jij samen met 1 andere vrouw een vrouwelijke fractievoorzitter bent. De rest Ja. zijn allemaal mannen van 15 partijen. Merk je daar iets van? Ja, je merkt dat wel. Ik moet trouwens zeggen, we zijn in principe met 3 vrouwelijke fractievoorzitters, maar eentje is met zwangerschapsverlof. Oh, oké. Dat is mijn collega Hanneke van der Werf van D66. En die komt als het Ah goed is ja. gewoon weer terug. Ja, en de Maar andere is Leslie Arp van de ja, van de Socialistische SP. Partij. Ja. Ja. Ja, je merkt het wel. Ja. En het is ook, je moet elkaar daarin ook een beetje steunen. Want het is wel, ja, mannen nemen heel snel het woord. Dus mannen, vrouwen zijn vaak wat meer afwachtend. En we hebben altijd fractievoorzittersoverleg, heet dat dan. Dat is met de burgemeester. En dan ga je het hebben over ja, wat er op de agenda staat van de gemeenteraad en zo. En andere zaken die er spelen. En dan zie je wel vaak dat mannen wel de eerste zijn om een punt te maken. Dus je moet heel erg je best doen om ertussen te komen. Maar je moet jezelf niet een soort minderwaardigheidscomplex aanpraten omdat je vrouw bent of omdat je wat jonger bent. Of je bent evengoed fractievoorzitter van een partij. Dus ja, je moet je daar wel bewust van zijn, maar je moet niet soort van, ja, je moet jezelf geen minderwaardigheidscomplex aanpraten. Dat denk ik dan altijd. Ja, mooi, Ja. mooi. Ik krijg ook een vraag van iemand die meekijkt. Dus ook voor alle andere mensen die meekijken, als jullie vragen hebben, stel ze vooral. Dan gaan we het daarover hebben. Ik krijg een vraag met hoe is het gesteld met de diversiteit in de Haagse Raad? Hoe kijk jij daar tegenaan? Op zichzelf niet slecht. Maar het kan wel beter. Dus ik zie wel ruimte voor verbetering. Kijk, op zich, de man-vrouw verhouding is niet top. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen van kleur, is niet top. Ze zijn er wel, maar het kan wel beter, vind ik.
En ik denk dat die verantwoordelijkheid daarvoor ook echt ligt bij de partijen. Want de partij kiest de politici die voor die partij uit gaan komen in de gemeenteraad. En dat doe je door middel van het opstellen van een lijst. En je hebt denk ik wel echt de verantwoordelijkheid als partij om ook bij het opstellen van die lijst te kijken naar hoe is het met de diversiteit gesteld. En ook juist wat er met de diversiteit in je fractie gebeurt als je heel weinig zetels haalt. Dus wij hebben bijvoorbeeld bij de PvdA een systeem dat we man en vrouw om en om doen. Dus op plek 1 een man, plek 2 een vrouw of andersom. Nou, dat helpt heel goed. Wij hadden ook wel echt diversiteit, ook qua culturele achtergrond, maar ook qua opleiding en zo, was voor ons ook wel heel belangrijk. Maar zeker als je kijkt, mensen denken altijd dat culturele diversiteit het grootste probleem is in de politiek. Maar wat misschien nog wel een groter probleem is, is de diversiteit in achtergronden. En daarmee bedoel ik studieachtergronden, qua opleiding. Je ziet gewoon echt dat er heel veel mensen in de politiek, ik denk echt, ja, 95% van de mensen in de politiek is hoog opgeleid. En dan hebben ze ook nog eens een keer allemaal politicologie of bestuurskunde. Ik ben daar ook schuldig aan, want ik studeer ook Ik ook. bestuurskunde aan een universiteit gestudeerd. En op zich zijn dat wel generalistische studies, maar ja, je begrijpt denk ik wel mijn punt. Het zou mooi zijn als er ook een leraar of een loodgieter of weet ik veel, hè, andere Juist. achtergronden in de raad zouden komen. Dus ik denk echt dat daar ruimte is voor verbetering. En ik krijg ook een vraag: krijg je veel steun vanuit je partij en de achterban? Ik weet niet wat diegene daarmee bedoelt, maar ik denk, ja, nou ja, ik krijg wel veel steun vanuit mijn partij. We zijn wel echt een team en dat is wel heel erg fijn. En ik heb ook wel het gevoel dat we echt samen ervoor gaan. Dus je hebt wel veel steun aan elkaar. En het is ook niet altijd makkelijk om raadslid te zijn. Je krijgt soms heel veel shit over je heen op social media. Soms zelfs bedreigingen. Maar ik heb wel het idee dat ik kan wel altijd gewoon terecht bij mijn collega's. En zij begrijpen dat ook heel goed. En ze staan ook achter mij. Ik ervaar wel veel steun. En als je zegt, je krijgt de shit over je heen en bedreigingen, is natuurlijk heel extreem. Denk je dat je dat meer krijgt omdat je fractievoorzitter bent? Omdat je dan ook het boegbeeld bent, wat je eerder zei, dat je zichtbaarder bent misschien? Nee, want tot nu toe, alle shit die ik tot nu toe over me heen heb gekregen, was eigenlijk voordat ik fractievoorzitter werd. Dus dat ging dan over thema's als Zwarte Piet of het slavernijmonument, wat er nu in Den Haag gaat komen. Dus kijk, wat ik wel zie, ik heb daar toevallig laatst ook een heel essay over gelezen. Volgens mij was het in de Groene Amsterdammer. Maar je ziet gewoon echt dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor zoveel shit over zich heen krijgen. En zeker vrouwen van kleur. Sowieso trouwens, politici met een migrantenachtergrond. Je wordt daar heel snel op social media gaan mensen je daarop aanspreken. Over dat je vrouw bent, over dat je een andere achtergrond hebt. Dus ik denk dat dat me misschien wat kwetsbaarder maakt. Maar ik moet wel zeggen, het waren natuurlijk ook niet de meest makkelijke onderwerpen. Zwarte Piet of het slavernijmonument in Den Haag. Dus dan gaat het wel snel op dat soort onderwerpen. Dat praat het niet goed trouwens hoor. Maar, dus ik denk dat er een aantal factoren zijn. Het onderwerp maakt uit. Dat je vrouw bent maakt wat uit. Want mensen komen heel snel met seksistische opmerkingen. Dat je een kleurtje hebt maakt uit. Dus het zijn verschillende dingen. Maar tot nu toe heb ik niet gemerkt dat het erger werd omdat ik fractievoorzitter ben geworden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daardoor meer naamsbekendheid krijgt. Dus dat daarmee ook mensen meer op je gaan reageren. Maar tot nu toe heb ik dat nog niet heel erg gemerkt. Wat wij ook merken vanuit meer vrouwen in de politiek is eigenlijk op het moment dat vrouwen zich uitspreken over iets wat buiten de norm valt of wat buiten het normale valt, en dan zeker over de onderwerpen die jij noemt, het zijn natuurlijk al hele gevoelige onderwerpen, dat je dan over het algemeen als vrouw veel meer wordt aangevallen dan als man of als witte man. Ja, En ik precies. hoor dat ook wel van vrouwen die
geïnteresseerd zijn om politiek actief te worden, dat ze dat ook wel als een obstakel zien. Van ja, dan word ik heel erg aangevallen of als ik me uit ga spreken. Dus hoe ga jij daar maar om als je dat soort nare reacties krijgt? Ja, snap ik dat mensen het als obstakel zien. Maar kijk, ik probeer altijd ook te denken. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het niet moeilijk heb gehad toen ik bijvoorbeeld heel veel shit over me heen kreeg over Zwarte Piet. Ja, toen heb ik echt wel even mijn social media een paar weken uitgezet. Zodat ik in ieder geval al die meldingen niet kreeg. En heel af en toe keek ik dan. Dus dat is een manier om ermee om te gaan. Maar wat denk ik het nog het beste is, is je er ook een beetje mentaal op voorbereiden. Dus ik wist gewoon toen ik raadslid werd, dacht ik, er gaat een moment komen dat je in een soort stormpje belandt. En dan gaat het ergens, kan over van alles gaan. Dus dat is denk ik, en wat ik ook altijd probeer te denken is, het maakt dus blijkbaar wel iets los. En dat is ook wel wat je wil. Hoe naar het ook is, maar wat je wil is verandering brengen. Of tenminste, dat is wat ik wil. Daarom ben ik de politiek ingegaan. En dat zorgt soms voor dat het schuurt. En helaas nu in deze tijd door social media hebben mensen heel snel de kans om hele nare dingen naar je te roepen. Maar ja, het maakt dus blijkbaar wel iets los. En ik denk echt dat zonder... zonder dat geschuur in de samenleving wat er ontstaat, zonder wrijving geen glans, zeg maar. Dus probeer ik ermee om te gaan. Dus ik probeer het echt van me af te laten glijden. Ja. Ja. En als je zegt een beetje mentaal op voorbereiden, van ik wist dat er misschien af en toe een storm ging komen. Wat is dat dan? Is dat tegen jezelf zeggen, het gaat gebeuren? Of... Ja, maar ook gewoon wel, zeg maar. Ik bedoel, op een gegeven moment heb je wel door op welke onderwerpen mensen heftig reageren. Dus op een gegeven moment weet je wel van, oké, als het over Zwarte Piet gaat, of over vluchtelingen, of over soms ook gewoon over hele andere dingen zoals klimaat. Dan weet je gewoon dat sommige mensen dat hele gevoelige onderwerpen zijn waar mensen soms heel lijnrecht tegenover elkaar staan. En op een gegeven moment, als je dus een paar maanden bezig bent in de politiek, dan krijg je ook handigheid in weten welke onderwerpen voor veel welke onderwerpen veel losmaken. Dus zo probeer je daar een beetje weg in te vinden. Maar het is niet makkelijk, het is niet leuk, het is niet, nee. Maar het hoort er helaas wel bij. Ja, maar je zegt dus eigenlijk ook wel van dat het iets losmaakt, is ook juist goed. Wat ook een van de kijkers zegt. Ja, mooi. Heb je een voorbeeld in de politiek? Een voorbeeld? Goed, dat is een moeilijke vraag. ik vind Alexandria Ocasio-Cortez uit de VS... Vind ik wel echt tof. Ik vind haar wel cool. Ik herken me ook wel een beetje in haar. Zij is ook de jongste... ik bedoel, ik zit natuurlijk niet in het Amerikaanse congres... maar zij is ook de jongste in het congres. En ze komt ook uit een heel ander milieu dan de meeste politici. En ze doet heel erg haar best om vernieuwend te zijn en om mensen te betrekken die normaal niet zo snel aangesproken voelen bij de politiek. En ik denk dat dat in de VS ook wel makkelijker is, omdat daar in de politiek heel veel wordt gewerkt met bepaalde gegevens over potentiële kiezers en zo. Maar ik vind het wel cool hoe zij dat doet. Dus ik probeer wel, ik hou haar wel in de gaten, zeg maar. Mooi, mooi. En wat vind je het leukste aan je raadswerk? Het leukste vind ik het contact met mensen en dat je ook daadwerkelijk iets kunt doen. En dat is niet altijd zo. Je kan niet altijd dingen veranderen. Hoef je niet altijd meteen dingen veranderen. Soms is het ook echt een kwestie van een hele lange adem. Maar gewoon het feit dat jij door je werk in de positie bent om echt verandering te brengen in de levens van mensen. Dat vind ik het allermooiste eraan. Als dat lukt. Ja. En heb je een voorbeeld van een succes wat je hebt behaald? Wat ik... een van mijn eerste... Ik weet niet of het echt een van mijn eerste dingen was. Maar nou, toen ik net raadslid was... toen heb ik bijvoorbeeld een voorstel ingediend om huiswerkbegeleiding in bibliotheken te organiseren. En dat is dan een heel klein voorbeeld van
hoe hopelijk heel veel kinderen goed, beter in staat zijn om hun huiswerk te maken, wat weer van invloed is op hun schoolresultaten en waardoor ze hopelijk de kans krijgen om een goede opleiding te doen. En ja, dat is iets waar ik wel trots op ben. En ook, ik heb ook een voorstel ingediend om dus in Den Haag met een slavernijmonument te komen. En dat was iets wat al, eigenlijk zelfs, er waren al raadsleden die 10 jaar geleden of zo dat voorstel ook al gedaan hadden. Maar het werd elke keer maar niet opgepakt. En toen wij in de coalitie kwamen, heb ik wel mijn best gedaan om dat in het coalitieakkoord ook te krijgen. Zodat het ook echt nu dit keer gerealiseerd wordt. Dus daar is de wethouder nu mee bezig. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dat, kijk, dat is niet iets waar. Kijk, huiswerkbegeleiding is iets waar mensen echt heel concreet iets aan hebben. En zo'n slavernijmonument is meer misschien van symbolische waarde. Maar ik heb juist door dat hele proces, door mensen die kwamen inspreken, door mensen die mij daarover belden, mailden, wel geleerd dat ook symbolische dingen heel belangrijk kunnen zijn voor mensen. Dus. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Knap. Volgens mij was daar ook veel weerstand eerst voor, dus Ja, want er werd eerst gezegd dat er geen draagvlak voor is in Den Haag. En toen zijn eigenlijk. Dus ik had eigenlijk gewoon het voorstel ingediend. Er werd gezegd, nou, er is geen draagvlak voor. En toen heeft de hele stad. Nou, de hele stad. Toen hebben de mensen in de stad die dat wel belangrijk vonden, hebben daar hun mond over opengetrokken. En toen bleek dat er wel degelijk draagvlak voor was. En daardoor is het gelukt. Dus uiteindelijk was het eigenlijk niet eens mijn overwinning. Maar hebben de mensen in de stad dat eigenlijk gedaan. Ik gaf eigenlijk alleen het voorzetje. Maar het voelde wel als een overwinning. Ja, zeker, mooi. Maar je Ja. hebt wel iets vooruitgeschoven wat dus blijkbaar heel veel mensen willen. Ja, ik heb het En dat. geagendeerd. En dat kan dan ook heel erg helpen om mensen in een positie te zetten. Waardoor ze, ja, daar iets mee kunnen. Mooi, mooi. Mooie successen die je benoemt. Zijn er ook aspecten aan je raadswerk waarvan je zegt, nou, dat vind ik niet zo leuk of dat hoeft van mij niet zo? Het is soms wel heel veel vergaderen. En dat is wel. En nu is dat dus natuurlijk. Nu zitten we allemaal thuis. En nu denk ik, ja, zie je wel dat dat allemaal ook best een tandje minder kan. Maar het is, ja, het is soms ook gewoon heel, ja, een beetje saai. Dus soms gaat het ook over dingen waarvan je denkt: kom op, jongens. Moeten we het hier over hebben? Maar ja, daar moet je het dan over hebben. Want ik denk dat het grootste gevaar is als je in de politiek zit, dat je gaat denken dat de dingen die jij belangrijk vindt ook daadwerkelijk belangrijk zijn voor mensen. Maar het is niet aan jou om te bepalen wat belangrijk is voor mensen. Dat bepalen mensen zelf. En dat zie je gauw genoeg, want dan gaan mensen inspreken of mensen ga je erover mailen. En als jij dan misschien denkt van, oh, wat een saai onderwerp, kan dat voor mensen in de stad heel belangrijk zijn. Want dan gaat het bijvoorbeeld over de straat waar verbouwingen plaatsvinden of de waarde van hun huis of weet je, het kan die gevolgen kunnen groot zijn voor mensen. Dus je moet heel erg opletten om niet, zeg maar, je moet heel erg opletten om niet voor mensen te bepalen wat belangrijk is. En hoe Maar zorg jij ervoor? Sorry. vergaderen is soms niet, kan soms wel wat minder. Ja. En als je zegt het gaat nu anders, gaat het nu, want nu gaat het allemaal via de beeldbellen of. Nou, daar gaan we deze week mee beginnen. Want we hadden eerst hadden we tijdelijk de gemeenteraadsvergaderingen minder gemaakt naar, even nadenken, 1 keer per 2 weken of 3 weken hadden we dan 1 vergadering. Maar nu is het ministerie van Binnenlandse Zaken met de noodwet gekomen, zodat gemeenteraden ook online kunnen vergaderen. Want dat mocht eerst niet volgens de wet. Dus nu gaan we vanaf deze week gaan we digitaal vergaderen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar Ik hiervoor vraag dan me heel zat erg je af. dus, zat je nog wel in de raad? Ja, we hebben dus In de sinds de zaal? coronacrisis hebben we één. Even kijken, klopt dat wat ik zeg? Ja, we hebben één fysieke raadsvergadering gehad. En dat was heel gek, want dan moest de helft van de gemeenteraad moest op de publieke tribune zitten. En de andere helft mocht wel in de zaal. En dan moesten allemaal 3 stoelen tussen iedereen. En dus het was gewoon best wel gek. Het is eigenlijk niet te doen. Je kan eigenlijk met maximaal 15 mensen vergaderen. Namens iedere partij eentje. Dus ik denk wel dat dit beter is, digitaal vergaderen. Oké, nou, ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ook.
En je had het net over dat het vooral belangrijk is dat je goed eigenlijk luistert naar wat de mensen in Den Haag willen. En dat ze je dan ook mailen of als bijvoorbeeld een straat open ligt, dat je dan merkt hoe erg het leeft bij mensen. Hoe zorg jij er zelf voor dat jij voldoende weet wat er leeft bij de mensen in Den Haag? Ik doe heel veel, ik haat eigenlijk het woord, maar ik doe heel veel werkbezoeken. Wat gewoon eigenlijk een beetje een stopwoord is voordat dat ik langs ga bij mensen. En gewoon dat zij mij laten zien wat ze doen. Of soms ga ik bijvoorbeeld langs bij een school, omdat ik doe ook onderwijs. Dat is een van de onderwerpen waar ik me mee bezig hou. Dus toen ik net raadslid was, ben ik gewoon iedere week bij een willekeurige school in Den Haag langs gegaan. Juist ook om een beetje, om allemaal verschillende scholen ook te zien. Dus dan heb je gewoon wel meteen een goed idee van wat er leeft. Je gaat heel veel langs bij organisaties, maar bijvoorbeeld ook bij van die buurt preventieteams die dan 's avonds gaan lopen door de straten om te kijken hoe het gaat, of het veilig is en of er geen inbrekers zijn en zo. Dat is ook gewoon heel, heel leuk en heel gezellig. Dan ga je gewoon een paar uur wandelen door de wijk met een aantal mensen en dan kan je meteen gewoon zien hoe het gesteld is met de veiligheid in de wijk en of het er een beetje leuk uitziet en dat. En verder, ja, drink heel veel koffie ook met mensen. Dus soms vragen mensen mij van, nou, ik wil even daar of daar met je over praten. Kan je even koffie drinken? En dan zeg ik eigenlijk altijd ja, want ja, daar ben je ook voor. Dus zo, eigenlijk. En echt, ja, je moet erop uitgaan. Je kan niet verwachten dat als je op het stadhuis blijft zitten, of waar je ook politiek actief bent, maar ik kan niet verwachten dat als ik alleen maar op het stadhuis zit en naar al die vergaderingen ga, dat mensen dan vanzelf wel naar me toe komen met hun problemen. Je moet echt ervoor zorgen dat mensen je zien en weten dat ze bij je terecht kunnen. Dus dat is wel een beetje hoe ik het probeer te doen. Ja, en ze kunnen jou dus altijd mailen of bereiken om als Ja, of ze. via Insta hier. Als je een Yes. vraag hebt, kan je altijd even een berichtje sturen. Of via Facebook, Twitter, inderdaad mailen. Dus ik probeer dat via allemaal verschillende kanalen te doen. Ja, dus ze kunnen jou Ja. goed bereikbaar. Je bent goed bereikbaar en je zegt ook eigenlijk Ja, vooral doen. zeker. Mooi. En heb jij een tip voor vrouwen die politiek actief willen worden? Ja, nou, ik krijg die vraag wel vaker, ook gewoon voor jongeren of voor andere groepen die nu nog niet zo actief zijn in de politiek. En wat ik altijd wel probeer te zeggen is, verdiep je ook een beetje in de politieke cultuur in Nederland. Want eigenlijk elke partij heeft ook een beetje een eigen cultuurtje. Maar ook wat in Nederland ook heel erg is, is dat de politiek best wel veel ongeschreven regels heeft. En dat betekent niet dat je je daarnaar moet voegen, want dat doe ik ook niet altijd. Want dan, ja, het systeem is ook niet altijd even goed. Dus soms moet je ook gewoon iets doen wat gewoon een beetje out of the box is. Maar als je in ieder geval daarin verdiept en het begrijpt hoe zo'n politieke partij werkt, hoe zo'n gemeenteraad werkt, wat een beetje de ongeschreven regels zijn, dan kun je dat uiteindelijk ook echt in je voordeel gebruiken. En kijk, waar ik heel erg een hekel aan heb, zijn politici die politiek zien als een spelletje. Dus van wie heeft de meeste macht, wie wint er, bla bla bla. En daar hou ik niet van. Maar het is wel goed om je daar een beetje in te verdiepen, zodat je wel een beetje weet hoe de paarden zeg maar lopen. En dat je dat ook een beetje in je voordeel kunt gebruiken. En dat is denk ik soms iets wat vrouwen wat minder doen. Omdat, ja, in mijn beleving houden vrouwen daar ook niet zo van. Politieke spelletjes. En dat snap ik ook dus heel goed. Maar het is wel heel goed om je er een beetje in te verdiepen. Ik zeg altijd, als je weet zeg maar wat de regels zijn, dan kun je de keuze maken of je ze wel of niet gaat volgen. Maar dan weet je in Precies. ieder geval dat je niet zomaar een flater slaat, maar dat je een bewuste keuze maakt van oké, ik ga het nu op mijn eigen manier doen, want dat vind ik beter of dat past beter. Of, En iemand vraagt, noem eens een ongeschreven regel. Ja, mooie vraag. Ja, daar moet ik even over nadenken. Nou, bijvoorbeeld een ongeschreven regel in de politiek is dat je heel voorzichtig moet zijn met je ambitie uit te spreken. Want stel je voor dat ik nu zou zeggen van, nou, ik wil volgend jaar in de Tweede Kamer. Dat wil ik trouwens niet, want ik moet nog gewoon moeten afstuderen. Maar oké, stel je voor dat ik dat zou zeggen. Dan zouden mensen mij als raadslid dus opeens veel minder serieus nemen. Want dan zouden ze denken, ja, ze wilden toch in de Tweede Kamer. Dus ja, waar, hoezo, ja, ga dat dan lekker doen. Waarom zit je dan nog in de gemeenteraad?
Terwijl het helemaal niet gezegd is dat het altijd lukt, je ambitie. Dus je moet dat soort dingen, dat wist ik in het begin niet. Ik was in het begin gewoon heel eerlijk over wat ik wilde. En soms zien mensen dat ook een beetje als bedreigend. Wat ik dan weer heel jammer vind, want dan denk ik, ja, maar, ja, waarom? Maar het is wel echt zo dat als ik nu bijvoorbeeld zou zeggen van nou, ik wil volgend jaar naar de Tweede Kamer, dat ik dan wel minder serieus genomen zou worden als raadslid. En op zich vind ik dat vind ik op zichzelf ook niet zo raar. Dat is eigenlijk ook gewoon net als met een normale baan. Want als je opeens tegen je baas zou zeggen, nou, ik wil volgend jaar een andere baan, dat zou je ook niet doen. Je zou eerst een andere baan gaan zoeken en dan zeggen, nou, weet je wat, jongens, ik heb een andere baan, dus ik ga weg. Dus dat is bijvoorbeeld een beetje een ongeschreven regel. Ja. Maar hoe ga je daar nu dan mee om? Hoe ik Met daar die nu mee ongeschreven omga? regel? Met ambitie uitspreken en zo bedoel je. Nou, nu is het eigenlijk ook niet echt aan de orde. Want ik ben gewoon niet tevreden met waar ik zit. Dus nu is het niet echt aan de orde. Maar toen ik eenmaal had besloten dat ik wel voor de gemeenteraad wilde gaan, heb ik wel gewacht met dat uitspreken tot het ook daadwerkelijk aan de orde was. Dus daarmee bedoel ik van toen ze echt zeg maar gemeenteraadsleden gingen zoeken. Toen pas ging ik zeggen tegen mensen van ja, ik heb me daarvoor aangemeld en het lijkt me wel leuk. Maar ik wist het al wel wat eerder dat ik dat wel zou willen. Niet heel lang, veel eerder hoor, maar gewoon een paar maanden. En toen dacht ik van ja, ik hou het gewoon even een beetje voor me, want ik zat ook in het afdelingsbestuur. En ik wilde mensen ook niet het idee geven dat ik in het bestuur van de PvdA Den Haag zat, omdat ik raadslid wilde worden, want dat was ook niet zo. Sterker nog, ik dacht dat gemeenteraadslid zijn echt super stom was. Dus toen ik dat eenmaal had besloten, heb ik het gewoon even een paar maanden zo gelaten. En toen de sollicitatieprocedure begon, toen pas heb ik te kennen gegeven van, hé jongens, het lijkt me eigenlijk wel leuk. Dus zo ga je daar dan een beetje mee om. Je moet gewoon een beetje tactisch mee omgaan. Mooi, mooi. Dankjewel voor al je antwoorden. Ja, geen dank. De tijd gaat snel, er is al een half uur voorbij. Heb ik iets niet gevraagd wat je wel graag zou willen delen of waarvan je zelf dacht, dat wil ik even kwijt? Ja, misschien één ding. Want ik hoorde je toevallig vertellen van dat ik ook nog studeer en zo. En het is wel, kijk, het ligt er een beetje aan in welke stad je woont. Maar als je maar gemeenteraadslid zijn, er gaat wel veel tijd in zitten. Dus je moet wel, zeker, kijk, ik ben alleen, ik heb geen vriend, ik heb geen kinderen. Dus dat maakt het wat makkelijker. Maar zeker als je een gezin hebt en ook nog zeg maar een fulltime baan. Is het wel heel pittig. Dus je ziet dan wel vaak dat mensen minder gaan werken in hun andere baan. Of ja, dat je dat wel gewoon goed moet regelen met je partner. Zorg voor de kinderen bijvoorbeeld. En dat is wel iets waar heel veel mensen op stuk lopen. Omdat de gemeenteraadslid zijn op papier een parttime baan is. Maar in een grote stad, ik denk in alle vier de grote steden zijn mensen er wel gewoon echt 30 tot 40 uur per week mee bezig. Dus dat moet je ook niet onderschatten. Dus neem dat mee in je overweging als je zelf de politiek in wilt. Dat sommige banen in de politiek of sommige functies in de politiek fulltime zijn, maar dat zijn er maar heel weinig. Dat is eigenlijk alleen in de landelijke politiek zo. Dus ja, dat is misschien wel een goede tip. Ja, en misschien Ja. ook van tevoren goede afspraken maken thuis en Ja. goed nadenken over hoe Precies. je wekelijkse planning eruit gaat Ja. zien. Ja. Maar dat is soms juist ook moeilijk door de politiek, want als er vandaag een grote ramp gebeurt in de stad, wel even afkloppen, maar dan ziet je dag er ook opeens weer heel anders uit. Dus die flexibiliteit Het is ook moet je hectisch. thuisfront, ja, moet je thuisfront wel zeg maar aankunnen. En voor mij is dat heel simpel, want mijn thuisfront, dat ben ik. En mijn studie, ja, studie kan je ook wat flexibeler indelen. Maar dat is wel iets om mee te nemen in je overweging. Ja? Hele goeie. Goeie Ja, tip, dankjewel. geen dank. Dankjewel voor het beantwoorden Ja, vragen ik of vond van het de heel leuk. vragen. Alle kijkers ook. Ja, fijn. Ja. Goed om te horen. Alle kijkers ook heel erg bedankt voor jullie vragen en het meekijken. Aanstaande donderdag dan zijn we er weer. Dan hebben we Armine Stepanjan te gast. Zij is statenlid voor GroenLinks in Zuid-Holland. En er zijn nog een paar andere gasten die komen. Onder andere Wietske Posma. Zij is Kamerlid voor het CDA. Nathalie Le Neede, raadslid voor de ChristenUnie in Arnhem. Liesje Schrijnemacher, Europarlementariër voor de VVD.
En Samira Raffaella, ook Europarlementariër voor D66. Dus dat zijn een paar van de politici die nog komen. Dus ik ben benieuwd wat jij ook hen wil vragen. En ik ben benieuwd welke politica jij graag in de livestream wil zien. En dus Mikael, heel erg bedankt voor je Ja, tijd en je jullie heel erg bedankt. openheid. Ik vond het Ik heel vond erg het leuk. fijn, goed om te horen. Ik ook. Oké, dankjewel. Oké, dag. Doei.